Pokémon kaarten. Dat betekent een Pokémon pack opening. Let's go! Oké, mensen, zoals jullie zien, ik heb een tweede camera dus bij me. Mijn kerst staat dus ergens waar ik bij jullie niet zie. Vandaag gaan we dus de Pokémon, we gaan de Trade Card Game gaan we doen. Ik hoop dat hij op beeld is. Ik heb maar één shot. Ik doe hem nog wel wat meer naar achter. We gaan dus deze kaart gaan we dus doen. Als jullie me zien. Hoi. We gaan dus deze kaart gaan we dus gewoon doen. Ik heb nog nooit een pack opening gedaan. Dus dit wordt ook mijn allereerste. En ik zit er volgens mij nu ook al gelijk te verneuken. Oh nee, laat maar. Er zit nog een hoesje. Oké, dit is dus de kaart. Ziet er nog best wel vet uit. Ik laat hem anders toch wel eventjes zien hier bij de camera. En opent iets, dat is niet heel erg chill. Ik ga dus dit kopen, openen. Ik weet, er zit een kaart bij. En als jullie graag willen dat er meer video's komen van pack opening, laat het me weten. Dan ga ik gewoon een keertje gewoon aan een vier pakken halen. En dat heb ik gewoon voor een nieuwe video. Maar ja, dan moeten jullie het wel leuk gaan vinden. En dan moeten we wel eventjes gewoon... I don't know. Dit is mijn eerste keer, oké? Okay? Dus verwacht niet te veel. Okay. Het was... De kaartdruk was 1, 2, 3. Deze hier achter. Ja! Ik kom eraan! 3, 2, 1. Oké, ik heb dus de kaart heb ik dus nu geschud via de kaarttruc. En laten we beginnen. We draaien hem om. We hebben een Bravery. Maar het ziet wel netjes uit. Sorry als jullie hier erg aan de buisten. Mijn fout. Ik heb een Trainer Card. Een Emerald Fossil Cillian. Ik doe hem wel wat meer dichterbij. Ik denk dat het nu wel zichtbaar is. Ik heb een Nucleophile. Netjes. We hebben een hoppip. Kan ook nog. Het kan nog maar door. We hebben een Mew. Een Meowf. Toch? Of een Mew. Nee, Meowf. Ja, Meowf. We hebben een Chimchar. We hebben een Nuzlocke. We hebben een Litaloo. Wow. Oh, wacht even. Oh nee, ik heb het wel goed gedaan. Oh, jammer. We hebben dus geen holo rare. We hebben dus wel gewoon een normale holo card. Deze ziet er nog best wel vet uit. Even serieus, kijk maar. Oeh, glinsterachtig. Waarom ik niet meer Pokémon kaart heb gevraagd. Maar, ik beloof, binnenkort gaan we dus meer doen. En we hebben als laatste, als... Wat eigenlijk nog special moet, maar het is een basic. Ja. Sprit Trump? Gelukkig is geen Donald Trump. Maar ja, jammer. Best wel jammer. We hebben dus geen goede kaart. Mijn nichtje, die had gevraagd om Pokémon kaarten. En die had één pakje. Had ze gewoon, ze wist niet hoe ze het moet openen. Dus ze deed gewoon open en ze deed letterlijk waar deed ze dit. Dus ze deed dus de codekaart deed ze weg. En deed ze dit. En zegt van... Ja. En opeens kwam ze op een glinster uit. En ik dacht ze... Oh, glinster! En ik dacht van... En mijn broertje kijkt me ook van... En ik kijk wel van... Kijk ook aangezien van... En ik die gisteren gelijk openen, maar die kreeg niks, hè? Ja, klopt die wel. Oké, leuk. Dit is mijn holo. En mijn holo rare moest deze worden. Je holo rare, dat is een regular rare. En dit is een... Dat is gewoon een normale holo. Holo rare. Oké. Dit moet eigenlijk een reverse zijn. Ja, die zat dus ook als één laatste. Ja, ik ga je kanaal wel weer in de beschrijving gooien.
Je hebt je shine heb je wel weer gepakt. Wacht, ik geef even mijn We moeten dus even wachten. Mega. Maar wij gaan dus binnenkort gaan we dus meer van deze video's gaan we meer maken. Gaan we code gaan we die hierop staat. Ik ga hem niet laten zien, want ik heb die code heb ik zelf nodig. Dan gaan we wat nog wat mee doen. Dus het was dit pakje. Het eerste leuke dat ik vind was deze. Maar ik begin ook net. Ik heb ook niks. Maar ik heb deze keer heb ik wel goed geschud. Dat is ook voor het eerst. En hij heeft hem ook nog opgenomen. Dus nice. We moeten nog wachten op Rick. Ja, we komen. Oeh, dat willen we niet. Daar komt ie. Die gaan hebben deze. Ah, je goede kaarten. Ja, maar die heb je niet uitgekregen uit jouw... ding, toch? Nee. Nee, dat bedoel ik. Deze heb ik wel gekregen, ik zweer. Nee, die heb je niet gekregen. Jawel, deze heb ik uit een pakketje gekregen. Niet in Amsterdam, maar... Vandaag, hè? Ik had het al vandaag. Ik heb lekker deze uit mijn eerste pakketje in mijn leven gekregen. Die heeft TouchTube toch ook? Nee. Hij heeft die andere. Nou, wensen. Dat was mijn GoPro. Ja. Oh, oh, oh. Wacht, ik heb de 3 uit de tins. Deze zijn bij elkaar 15 euro waard. Oké. Ik heb nog een ding verkopen. Ik ga de Alola box kopen. Ja, dat wou ik dus net ook zeggen. Hoe duur is die? 20 euro. Tering. Ik krijg wel 4 pakketjes. Oké. En dat is 20 euro waard. Ik krijg alle starters en ik krijg een GX kaart. Ja, ik kom. We komen. Maar ja, dus ik laat de kaart laten. Ik ga even zien, gewoon als screenshot. Op de achtergrond die ik dus het mooiste vond, oftewel. Deze. En ja, ik ga nog eventjes wat vertellen. Ik ga nu even met likes spelen. Ik doe het nooit. Maar we gaan het doen. De volgende Pokémon pakket die ik ga doen. Op dit kanaal. Behaalt 10 likes. Deze video haalt, als deze video 10 likes haalt, doe ik de volgende keer zo snel mogelijk een nieuwe Pokémon pakket. Dan zou ik beloven, zou ik er 2 kiezen. Dat betekent dus 2 Pokémon kaarten. 2 keer zo veel kans voor een Pokémon kaart. En ja, ik ga dus ook binnenkort ga ik dus gewoon dit doen, de Pokémon Online ding. En ja. Verder wil ik ook nog even tegen jullie zeggen is dat Pokémon is nu een hit geworden van kaarten verzamelen tot alles. Dus daarom wil ik graag ook gewoon mijn richting proberen. Kijk dat dat toch wat geworden. We gaan Pokémon games gaan we eens proberen te spelen op dit kanaal. Dus oftewel Pokémon, hoe heet dit? Pokémon Training Card Game Online gaan we dan doen. En ja. Ik zou eventjes zeggen, klik even op het linkje in de beschrijving van Rick's kanaal. Ja, die beef, daar heb ik nog wel later over. Het was geen echte beef, laten we het daarop houden. Het was meer gewoon conflict. Hij dacht van dit, dat, zo, zus. Maar dat is niet zo. Maar ik heb dus... Ik had nooit verwacht dat ik 2... Chimchars zou krijgen. Het is gewoon, ik ga hem zo toch eigenlijk nog even extra doornemen hoor, maar... Of is een andere arm? Nee, Scratch en Ember, is die sterker? Nee. Nee. Raar. Hij is alleen wat glimmender. Oké. Kan allemaal. Ik zal nog even te kijken, misschien was het toch wat mooi, maar... Helaas niet. Ik wil jullie vast bedanken voor het kijken. Abonneer knopje van mijn kanaal staat dus gewoon ergens op het beeld. Net zoals een andere video. Rick's kanaal staat ook volgens mij hopelijk in het beeld. En anders in de beschrijving. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Wil je meer zien zoals gezegd 10 likes. Komt een volgende video hiervan. En ja, ik ga deze keer ga ik maar wel eraan houden. 10 likes komt een nieuwe Pokémon pack. Ik bouw al een kutkaart heb. Maar ja, het zit niet altijd mee. Zien we wel weer terechtkomen. Aan het einde zie je dus de video van mij.
kanaal, video van Rick. Of gewoon alleen Rick's kanaal. Nou, let's